Hallo en welkom bij weer een nieuwe editie van de Ask Matthijs podcast. Deze editie doe ik uh, zonder gast, wat natuurlijk wel weer nieuw voor mij is, maar hartstikke leuk om te doen. Het is uh, het einde van het jaar, of we gaan richting het einde van het jaar, dus tijd voor de lijstjes. Uh, daarin ga ik zeker meedoen en kan ik niet achterblijven. En deel ik graag uh, 38, ja ja, maar liefst 38 trends die ik graag met je wil delen. Waarin je in, uh, misschien al de, de druk mee bezig bent, uh, maar in ieder geval voor 2020 daar uh, rekening mee zou moeten willen houden als je het mij vraagt. Welkom bij Ask Partij's, de podcast over e-commerce, ondernemerschap, bedrijfscultuur en de zoektocht naar succes. Waarom? Uh, omdat we natuurlijk zien dat uh, wereldwijd e-commerce uh, ontzettend belangrijk aan het worden is. En een steeds belangrijker aan het worden is voor zover je het niet al belangrijk kon vinden. We raken, als het goed is, de 2 biljoen aan online omzet. Um, wat goed is om, om te zien. Um, en wat we ook uh, rekening mee moeten houden, is dat we de verschuiving inmiddels zien van uh, de westelijke landen, zoals uh, Amerika en. Uh, en Europa naar China en Azië. Uh, de, die trend die zien we natuurlijk al een poosje... maar gaat zeker in 2020 nog wel een vervolg krijgen. Uh, laat ik je niet langer in uh, spanning houden... en gewoon lekker beginnen met trend 1... namelijk sh uh, mobile shopping en mobile payments. Um, we zien het shoppen op mobiel natuurlijk uh, al een poosje toenemen... Uh, en ook in 2020 gaat dat zeker door... Even wat cijfers op dit vlak. In Amerika zien we dat 4 op de 5 uh, online shopt. Uh, en daarvan meer dan 50% dit doet via een mobiel device. En in Europa is dat inmiddels uh, 64%. Dus 64% van de Europeanen shopt online. En daar weer van uh, doet 55% dat uh, via de mobiele telefoon. Dat zijn natuurlijk mooie getallen en aantallen om rekening mee te houden en niet weg te cijferen. Zeker als je actief bent qua e-commerce in de US of Europa. En nou, waarom, waarom denken wij dan? Denken wij, waarom kunnen we met elkaar, daarom zeg ik wij, kunnen we met elkaar er rekening mee gaan houden dat dit voorlopig nog zal groeien? Nou, in eerste instantie is dat natuurlijk omdat we met elkaar, inmiddels met een mobiel in onze hand, worden geboren. Uh, kinderen die kunnen uh, natuurlijk al veel beter omgaan met deze devices dan dat wij dat konden als in t, uh, en onze ouders. Dus we zijn er steeds meer gewend. Uh, en ik denk uh, onze generatie ook uh, om gebruik te maken van mobiel. Uh, en bedrijven doen natuurlijk steeds meer hun best om de experience op apps en in mobiele websites te optimaliseren. En zeker de grote spelers. En daarmee zetten ze een standaard. En die kunnen we uh, zeker niet. Negeren. Dan de tweede reden waarom we kunnen nagaan dat de groei van mobiel shoppen nog zal toenemen, is het feit dat de, de jonge maar grote spelers die we zien, een WeChat en een Alipay, naast online shoppen ook de betalingen organiseren. Uh, en deze hebben elk al meer dan 1 miljard gebruikers. Uh, en daarmee gaat China natuurlijk voor een mooi stuk aan de leiding. Tip 2, of eigenlijk trend 2: Headless commerce. We zien platformen als Shopify, Shopware, Salesforce en Magento uh, deze opties natuurlijk al aanbieden. Deels native, maar deels ook vanuit de community met allerlei oplossingen. Um, headless commerce, wat is het? Het is feitelijk gezien een, 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 een oplossing waarmee je je back-end en je front-end van elkaar koppelt, oftewel je administratiegedeelte en het gedeelte wat de eindklant op uh, het internet ziet, kunnen we van elkaar koppelen en de data wordt vervolgens via APIs uitgewisseld. Um, in 2020 zal de adoptie van deze oplossing voor een groot deel nog gaan toenemen. Er zijn al een aantal spelers die dit gebruiken. Um, maar we zien het zeker 2020, denk ik, nog toenemen. Uh, ook goed om te weten is dat PWA, Progressive Web Apps, uh, een onderdeel is van deze headless commerce technologie. Uh, dus op het moment dat je ermee bezig gaat, kijk dan ook vooral naar PWA en of je dat op dit moment ook al wil adopteren. Omdat je daarmee een groot deel van je investering uh, zult verkleinen of uh, verlagen. En de total cost of ownership daarmee inderdaad zal afnemen. Uh, waarom is Headless interessant om naar te kijken? Omdat je daarmee makkelijker kunt switchen van je e-commerce engine. Dus gebruik je nu platform X en wil je volgend jaar naar platform Y, dan is het in theorie alleen maar nodig om je API's en je data-uitwisseling opnieuw te organiseren. En kun je in ieder geval je front-end laten voor wat het is en gewoon lekker verder gaan met het testen en uitbouwen van uh, je front-end. En hoef je dat niet helemaal opnieuw vanaf scratch op te bouwen. Um, en waar je vervolgens je backend voor kan gebruiken is dat waar het goed in is, namelijk het voeden van nou ja, je desktop, je mobiele devices, je apps, je experience en ook uh, in sommige gevallen social media en marketplaces. Um, zodat dat ook doet waar dat goed voor is en je vervolgens je frontend zo kunt bouwen dat het helemaal aansluit op de wensen van je klant en experience in het kanaal waar je eindklant vervolgens je product of dienst consumeert. Dan trend 3, voice commerce. We zien natuurlijk Siri, Alexa en Google Assistant al groeien in populariteit. Uh, cijfers wijzen uit dat er inmiddels al 8 miljard devices zijn over de hele wereld die voice ondersteunen. En dan hebben we het natuurlijk over devices als televisies, horloges, uh, maar zeker ook smart speakers en uh, vergeet je telefoon ook niet. Um, de verwachting die door de, door de kenners wordt uitgesproken is dat we in 2022 naar nou maar liefst 40 miljard online omzet uh, gaan groeien uh, binnen uh, voice shopping. Een mooi gedeelte binnen de 2 biljoen waar we het net over hadden. Dus zeker iets om naar uit te kijken en te zien in hoeverre jij voice als uh, kanaal goed kun, kunt inzetten voor je shopping experience. Um, er zijn een aantal kanttekeningen op dit moment. Uh, het moet nog groeien. Het is een klein percentage wat op dit moment uh, in het voice shopping stuk stapt. Uh, maar er is ook maar een klein percentage, namelijk maar 11% van alle smart-speaker-eigenaren uh, die op dit moment die speaker op dit moment uh, gebruiken voor uh, het shoppen. Uh, het is natuurlijk wel een oplossing die uh, intuïtief is, die het mogelijk maakt om hands-free iets te bestellen. Geen muis, geen keyboard meer nodig. Dus ideaal om uh, te gebruiken voor multitasken. Uh, technologie achter voice-shopping uh, zal zich nog verder moeten gaan ontwikkelen, omdat het nog lang niet alle talen ondersteunt. En zeker ook in alle dialecten en accenten die we, die we kennen over de wereld in alle talen, uh, zal het nog wel even duren voordat het overal... Uh, op die manier goed ondersteund en gebruikt kan worden. Nou, er zullen meer en meer spelers zijn die uh, voice shopping uh, gaat implementeren, en dat moet ook wel om op die manier mee te blijven doen aan uh, deze relatief nieuwe, uh, dit relatief nieuwe deel in de customer journey uh, van uh, het online shoppen. Trend 4, chatbots, uh, de nieuwe manier om het zo maar te zeggen van communicatie uh, met je klant of eigenlijk de communicatie vanuit je klant met je customer service. Let op, uh, we zien inmiddels al bijna een 25% groei van online omzet uh, via deze chatbots. Dus dat gaat hard en dat komt omdat 45% van de eindgebruikers aangeeft dat ze dit een prettige manier vinden van contact opnemen met je customer service. Uh, dus dat is een groot deel uh, van de eindklanten die dit een belangrijk medium vindt. Daarom zal het ook een, uh, een belangrijke trend zijn die zich in 2020 ook voortzet en waarin we als e-commerce spelen zeker niet achter kunnen blijven. Uh, in totaal is de verwachting dat er in 2025 wereldwijd via chatbots meer dan een miljard euro online omzet zal worden gerealiseerd. En daarvan zal natuurlijk een groot deel plaatsvinden binnen e-commerce. Dan trend 5, AI en machine learning. Um, beide natuurlijk uh, belangrijke trends binnen e-commerce. Dat zien we al een poosje en dat zal voorlopig ook nog wel gaan toenemen. Um, het is uh, veel gebruikt voor recommendation engines. Uh, om op die manier uh, makkelijk en geautomatiseerd uh, repetitieve handelingen van een mens over te nemen. Want daar is AI natuurlijk hartstikke goed in. Om dat te ontdekken en daarin uh, het verschil te gaan maken. Uh, niet zozeer om nou voor jou het leven makkelijker te maken, maar meer in te spelen op zaken als personalisatie. En dus een betere shopping experience voor de eindgebruiker, want dat is natuurlijk waar we het allemaal voor doen. Uh, machine learning is nog vrij nieuw binnen e-commerce. Wordt natuurlijk veelal gebruikt uh, binnen zoekmachines. Um, nou ja, en daar gaan we ook nog wel het een en ander in zien uh, veranderen en gebeuren. Dus uh, let ook op AI en machine learning als trends, zeker ook weer voor 2020 en verder. Trend zes, personalisatie. Uh, steeds belangrijker om een individuele shopping experience aan te bieden aan jouw eindgebruiker, aan jouw doelgroep, aan jouw klant. In plaats van breed in te zetten op een deel van je klanten of een groep van je klanten, of een persona, of wat dan ook. Het gaat veel meer naar. Het is voor mij belangrijk. Ik wil het op deze manier zien. En daarop inspelen zien we gewoon dat dat belangrijk is. Uh, Houd daarmee ook rekening dat dat niet alleen een on-site uh, on personalisatie gaat, maar zeker ook binnen e-mails, social media betaalde advertenties. Uh, steeds belangrijker wordt voor de eindgebruiker. Um, Waarom? Omdat 80% heeft aangegeven vanuit onderzoek meer genegen te zijn iets te kopen op het moment dat het een gepersonaliseerd aanbod is of de ervaring gepersonaliseerd is. En 90% van alle marketeers gelooft dat personalisatie de toekomst heeft omdat maar liefst 74%, ja, ja, nog maar wat getallen, schrijf je mee. Omdat maar liefst 74% van alle consumenten gefrustreerd raakt op het moment dat er content wordt aangeboden die niet voor hun bedoeld is. Uh, en daar haken ze gewoon op af, uh, brengt ons uh, qua afhaken ook maar gelijk weer op een belangrijke volgende trend, namelijk trend 7, conversieoptimalisatie. Uh, er is natuurlijk ontzettend veel concurrentie op dit moment in de branche, misschien ook wel in jouw niche, of het nou B2B of B2C is, dat maakt niet zoveel uit. Er is gewoon een hoop concurrentie. Iedereen is online of is ermee bezig. Um, daarmee kun je het verschil maken ten opzichte van je concurrent uh, door te bouwen aan het vertrouwen van je eindgebruiker. En dat doe je door een goede customer experience aan te bieden en daarmee je conversie te optimaliseren. Ga uit van een gemiddelde conversieratio in de markt uh, van 2,77%. Uh, dat is natuurlijk wel enorm afhankelijk van je business, van het land waar je actief bent uh, en op welke device de eindgebruiker vervolgens uh, zit. Uh, maar overal gemiddeld 2,77% conversie. Zit je daaronder, ga aan de slag. Zit je erboven, dan doe je het hartstikke goed. Uh, keep it going. Uh, sta je er vervolgens niet blind op. Kijk vooral naar je eigen conversiepercentage en ga ermee aan de slag om dat te verbeteren. In plaats van um, je blind te staan op die 2,77 gemiddeld. Um, en kijk ook goed naar wat je gaat doen. Ga je een redesign traject in of uh, ga je alles oppakken aan de hand van conversieoptimalisatietrajecten? Um, redesign is natuurlijk vaak uh, relatief duur um, en uh, als je een te grote stap maakt dan is de kans te, best wel groot dat je je eindklant, dus de consument, uh, afschrikt um, omdat ze gewoon ineens een hele andere beleving hebben bij, op jouw, bij jouw merk of bij jouw website. Dus doe dat in kleine stapjes als je al een redesign traject ingaat. Uh, want een CRO-traject uh, en dat continu blijven door uh, uh, verbeteren en aanpassen werkt vaak beter. Uh, wil je weten hoe je concurrent dat doet, of wil je weten hoe grote spelers dat hebben aangepakt, omdat je daar ook niet al te grote stappen, uh, die ook niet al te grote stappen ziet maken, kijk dan eens op de Wayback Machine, waarin je kunt zien door de jaren heen hoe websites eruit hebben gezien. Dan trend 8, virtual reality. Het uh, is natuurlijk ontzettend belangrijk om die consument uh, je producten zo te laten zien als dat het ook daadwerkelijk is en hoe ze het beleven op het moment dat ze het in de winkel komen bekijken. Uh, daarin gaat uh, naar mijn verwachting virtual reality echt wel het verschil maken. Omdat je natuurlijk op een andere manier producten kunt laten zien en tonen van alle kanten en ook in 3D. Um, dan uh, we dat op dit moment kunnen doen uh, met de huidige technologie die er is. Uh, dus VR zal daarin zeker wel het verschil maken. Uh, al uh, zien we daarin dat VR natuurlijk nog niet echt zo groot aan het worden is als dat we graag uh, hadden gewild of hadden verwacht. Um, dus uh, zet ook niet al je pijlers erop, maar hou er rekening mee en kijk wat op dit vlak allemaal uh, te verandert. Omdat we toch denken dat daar een grote transformatie zal plaatsvinden. Trend 9, uh, interactieve productvisualisatie. Wow, schrijf mee. Interactieve productvisualisatie. Uh, we zien dat uh, naast natuurlijk VR, waar we in trend 8 het over hadden, dat hoge kwaliteit afbeeldingen heden, heden ten dagen zeker in 2020 niet meer uh, afdoende is. Uh, we zien de 360 graden viewers or, bij menig voorbij komen, zodat je van alle kanten en boven en beneden uh, rond kunt draaien, het product goed, goed kunt bekijken. Um, en uh, waarom doen we dat en waarom is het belangrijk om in dit soort dingen, op dit soort dingen in te spelen? Is dat, dat 7, 72%, dus meer dan 70% van alle online shoppende consumenten aangeeft. Eager te zijn om te kopen bij shops die dit soort technologische functionaliteiten en uh, innovaties uh, aanbiedt. Uh, dus dat verhoogt gewoon je conversie en daarmee dus je omzet. En als je uh, niet te veel kosten hebt, ook nog eens een keer je rendement. Gaan we door met de trend 10. Uh, design je uh, uh, customer journey. Breng je uh, customer journey op een goede manier in kaart. Als je dat niet al hebt gedaan, dan is het vrij simpel om dit te doen aan de hand van het model van Google. Awareness, consideration en decision. Dat zijn de drie fases waar je per segment en per persona naar zou kunnen kijken. om te zien of je je customer journey goed hebt gedesigned. Ga daar naar kijken. Ga kijken naar al die uitingen. Zorg ervoor dat het naadloos op elkaar aansluit. En zorg er ook voor dat het gepersonaliseerd is. Tot zover je dat kunt doen, omdat we daarin al hebben gezien in de trends die we hebben besproken. Dat dit een belangrijk onderdeel is, blijft en een goede trend is om, om in, uh, die in 2020 ook vervolgens nog uh, zijn verdere verloop zal vinden. Trend 11, same-day delivery. Uh, hebben we natuurlijk al eerder gezien. We zien het nog steeds. We hebben het al eerder uh, zijn intrede zien doen. We zien het nog steeds. We vinden het belangrijk. Wat willen we als consument? We willen als consument natuurlijk het liefst vandaag nog kunnen genieten van uh, wat we hebben besteld. Alles is draait om gemak in e-commerce en in uh, consumptie. Überhaupt, alles draait om gemak. We willen de dingen snel. We willen, we willen er niet op wachten. En als we er op willen wachten, dan willen we kiezen. Um, maar hou, hou deze cijfers maar eens in de gaten. Want in Amerika zijn er uh, maar liefst 40 miljoen mensen die een Amazon Prime account hebben. En 25% van die 40 miljoen heeft Prime nou al een keer gebruikt, oftewel de same day delivery uh, dienst van Amazon wordt door 25% van de 40 miljoen Amerikaanse accounts al een keer gebruikt en dat geeft wel aan hoe belangrijk we same day delivery vinden in ieder geval in Amerika en ik denk dat dat in Europa niet heel anders is. Want we willen gewoon domweg niet meer wachten op onze spullen. Uh, trend 12: uh, inpakken, automatiseren. Robotisering in e-commerce is natuurlijk uh, een, een, een innovatie. En in een trend die we al hebben voorbij zien komen. die zeker in 2020 nog belangrijker wordt. We zien natuurlijk de uh, robots die allerlei dingen verplaatsen binnen de Amazon uh, warehouses. Uh, zeker. Voor grotere spelers en voor ook kleinere spelers zien we uh, dat de robots hierin een belangrijke rol kunnen spelen. Om een aantal simpele redenen, namelijk je kunt je kosten besparen uh, omdat deze robots ook nog eens een keer 24/7 doorgaan. Trend 13, omni channel experience. Ook geen nieuwe uitspraak, maar zeker voor 2020 iets om rekening mee te houden. Veel social media-kanalen, verschillende contactkanalen, messengers, apps, het web. We willen gewoon overal dezelfde experience, online, via de digitale kanalen als offline. Omdat we daarmee gewoon op een goede manier die consument goed kunnen benaderen en goed kunnen aanspreken. Uh, let hierin vooral ook op de tone of voice. Die moet binnen alle kanalen natuurlijk ook hetzelfde zijn. En deze is belangrijk. En dit beheren, zeker in grote organisaties, is ontzettend lastig. Dus daarin verwijs ik jullie graag naar de podcast-editie die ik heb opgenomen rondom content. Trend 14, subscriptions. We zien natuurlijk allemaal en we kennen allemaal, we hebben allemaal waarschijnlijk wel een abonnement op Netflix en Spotify. En uh, dit soort diensten uh, zetten gewoon de standaard. Uh, en daarmee uh, zetten ze ook de standaard voor uh, e-commerce en online shoppen. Uh, subscriptions, belangrijk ook in 2020 om daar iets mee te doen op het moment dat je dat nog niet hebt gedaan. En ook daar weer is het, gaat het om gemak. De klant zegt uiteindelijk: don't make me think I'm busy with my own shit. Dus ik wil gewoon gemak. En op het moment dat ik dat kan doen door elke maand standaard met deodorantjes te krijgen en met tampers na te krijgen en het wordt ook nog eens een keer automatisch geïncaseerd... dan heb ik er geen omkijken naar. En dat is wat de consument ook in 2020 gewoon wil. Trend 15: big data. Zorg ervoor dat je je basis op orde hebt. Data is natuurlijk ontzettend belangrijk om inzicht te krijgen in via welk kanaal koopt mijn klant nou wat en welke kosten heb ik daar ook bij. Ik verbaas me in hoeverre ik af en toe nog posts voorbij zien komen op social media en mensen spreken die gewoon niet weten uh, welk kanaal nou hoeveel omzet voor ze genereert uh, of sterker nog hoeveel ze dat kost. Dus hoeveel ze dat dan vervolgens onder de streep ook oplevert. Um, maar zorg ervoor dat je de basis op orde, basis op orde hebt. Want je kunt data gewoonweg niet negeren. Je moet er iets mee doen, je moet er mee bezig zijn of mee bezig blijven. Uh, is het niet om je omzet te vergroten, doe het dan om kosten te besparen. En uh, daarmee ook de customer lifetime value naar een zo hoog mogelijk uh, niveau te krijgen. Uh, want we weten allemaal hoe duur het is om een klant te kopen via marketing. Daarom is het soms gewoon belangrijk in de data als wat het uitwijzen om je te focussen op uh, een klant behouden en te upsellen in plaats van nieuwe zaken, nieuwe klanten proberen aan te trekken. Trend 16. Micro Moment Marketing. Ja, weer een mooie MMM. Micro Moment Marketing. We zien het in advertising. We zien het in tweets. We zien het in pop-ups. We zien pop-push notificaties. Uh, we worden er helemaal uh, mee doodgegooid. Elke dag worden we afgeleid door van alles en nog wat. En al die momenten zijn feitelijk gezien momenten waarin ik met mijn uh, klant communiceer, waarin ik marketingbedrijf. En daarin kun je zeker ook het verschil maken. Dus zorg ervoor dat je niet opgaat in de blub van uh, content en, en, en prikkels die de consument elke dag al te verstouwen uh, krijgt. Maar zorg ervoor dat je opvalt en dat je iets leuks doet. En dat je buiten de massa valt waardoor, uh, nou ja, waardoor je vervolgens de aandacht op je merk of op jouw product goed kunt krijgen of kunt houden. Trend 17, Customer Engagement. Ik zei het net al, uh, het is ontzettend belangrijk om een klant te houden in plaats van elke keer maar je te focussen op het binnenhalen of kopen van nieuwe klanten. Uh, dat doe je natuurlijk door ze uh, zo, zo lo lo loyaal mogelijk uh, te krijgen en dat doe je met customer engagement. Uh, uh, denk daarbij ook eens een keer na aan het proactief benaderen van je klant. Want dat gebeurt verrassend weinig. Alles is reactief. We, we zijn pas met de klant in gesprek op het moment dat ze contact met ons opnemen. In plaats van dat wij ook eens een keer actief de klant bellen om al is het alleen al eens te vragen hoe het met ze gaat. Of uh, te vragen hoe ze ons ervaren als klant. Uh, dat doen we dan het liefst dan weer uh, via mail. Uh, of in andere manieren. Maar zorg ervoor dat je ook actief met je klant aan de gang bent. En vraag ze eens een keer wat je kunt verbeteren. Of wat je anders zou kunnen doen. Want je zult, je, je zult versteld staan van wat je dan vervolgens terugkrijgt. Trend 18: instant messengers. Zeker de jonge generaties gebruiken ze natuurlijk veel. We zijn allemaal op social media de hele dag lang. Uh, we we messen je wat af via Facebook en via uh, Instagram en uh, via WhatsApp. Uh, we zijn op alle mogelijke manieren zijn we, uh, aan het communiceren met elkaar... via de digitale snelwegen. Um, daar kun je met je customer service ook gewoon niet ontbreken. Uh, dus als je dat wel doet, ga dan na over... wat kan ik doen om meer te doen met die instant messengers. Um, dat heeft natuurlijk ook te maken met het feit... dat de grotere spelers dit doen en we daar gewoon zien... dat je, dat je als consument sneller geholpen wordt... of in ieder geval snel geholpen wordt... Uh, uh, zeker ten opzichte van bellen, omdat je dan in, op wachtlijsten of in allerlei uh, wachtmuziekjes te maken krijgt. Uh, en via de messengers word je gewoon snel en netjes geholpen. Uh, ik denk dat daar nog een ander belangrijk uh, onderdeel is waarom het veel gebruikt wordt. Is namelijk, je hoeft niets te doen. Je hoeft alleen maar. Uh, een berichtje te sturen via een van de chatopties of via WhatsApp. En je kunt vervolgens wachten tot er een reactie komt uh, terwijl je iets anders doet. En dan word je daar wel aan herinnerd door een uh, push-notificatie of op een andere manier uh, dat je weet dat er uh, vervolgens reactie komt. En dan, uh, nou ja, dat scheelt gewoon, kun je vervolgens lekker verder met de dingen die je toch al aan het doen was en die je belangrijk vond. Uh, in plaats van dat je moet gaan zitten wachten bij de telefoon. Trend 19, China. Het is uh, al gezegd in de introductie van deze podcast, ontzettend belangrijk. Uh, we zien een verschuiving uh, naar de Chinese en Azi A A Aziatische e-commerce spelers. Uh, en naar verwachting, let op, zal in 2023 meer dan 64% van alle e-commerce activiteiten en bestellingen en orders via Chinese retailers gaan. Dus eentje om zeker rekening mee te houden. Trend 20, user-generated content blijft natuurlijk king. Content is ook king, is altijd al belangrijk geweest. Alle manieren van content en alle manieren van communicatie met je klant is ook content. Dus zorg ervoor dat ook in 2020 dit hoog op de agenda blijft en dat je dit als waardevol acht. Um, en denk daarbij natuurlijk ook na over de... Content die wordt gegenereerd door je klant. Uh, vandaar user-generated content. En niet alleen maar je eigen content, maar juist de content die gemaakt wordt door jouw consument en klant of eindgebruiker. Zoals reviews, uh, die natuurlijk super waardevol blijven en zijn voor social proof, wat weer uh, een van de Kialdini-principes is en waarmee we klanten kunnen overtuigen om tot aankoop over te gaan. Dus trend 20: user-generated content is en blijft king. Dan gaan we door met 21. Die dynamical apps. Uh, dynamical apps, wat kun je daaronder verstaan? Nou, denk bijvoorbeeld na, uh, over uh, digitale paskamers. Uh, waarbij je uh, nou ja, feitelijk gezien zonder al te veel moeite en ook weer zonder al te veel frictie uh, spullen wel alvast aan kunt zien. Uh, daarin komen natuurlijk ook weer uh, de virtual reality uh, zaken om de hoek kijken. Um, nou, dat is, vinden we ook weer gemakkelijk, want de cons als consument kunnen we daarmee kopen zonder dat we ergens naartoe hoeven om het te passen. Uh, om te kijken hoe het staat en dat vinden we fijn. En dat is ook weer handig voor ons als e-commerce spelers, want daarmee kunnen we misschien het aantal retouren weer voor een groot deel terugdringen. Dus trend 21: Dynamical Apps. Trend 22: Het gemak bij verzenden en retouren. We zien het natuurlijk al bij fashion- en schoenenspelers. Uh, die dit uh, uh, fenomeen groot hebben gemaakt. Uh, ook daarin geldt weer frictie. Moet er niet zijn, zo min mogelijk. Uh, en gaan we als consument voor gemak. Dus zorg ervoor dat je overal goed uh, communiceert over hoe je omgaat met uh, verzendingen en retouren. Laat een consument daarin vooral niet zoeken. Geef het aan op alle belangrijke punten. Zoals je productpagina. Maar zeker ook in het bestelproces. Uh, en neem het ook mee in de offline. Um, beleving die je klant heeft, oftewel doe iets in het pakketje zodat de klant weet hoe je omgaat met retouren. Uh, en hoe meer aandacht je daaraan besteedt, hoe uh, nou ja, minder frictie je hebt en de klant meer gemak heeft uh, en, en gemak ervaart tijdens het verzenden en het retourproces. Tent 23, Ropo Research Online Purchase Offline. Uh, we zien natuurlijk allemaal de berichten voorbij komen van spelers die ons land verlaten. Uh, winkels die dicht moeten, ketens die sluiten, noem het allemaal maar op. En aan de andere kant zien we ook weer dat uh, dat enorm aan het toenemen is. Uh, waarom? Uh, omdat uh, in 88% van alle gevallen klanten online een vooronderzoek doet voordat ze tot aankoop overgaan. Dat kan in een split second gebeuren op het moment dat iemand ergens een bak koffie zit te drinken en uh, ze kijken op je webshop of website of je überhaupt de producten nog op voorraad hebt. Uh, maar dat kan natuurlijk ook zijn dat ze thuis al het een en ander hebben uitgezocht of voor ze toch overgaan tot een offline aankoop. Uh, dus houd er rekening mee dat, uh, en probeer dat ook zoveel mogelijk te meten. In hoeverre een klant eerst online onderzoek heeft gedaan voordat ze offline kopen. Dus trend 23 ropo Research online, purchase offline. Gaan we verder met 24. Gemak bij betalen. Oh, hoe vaak het woord gemak wel niet terugkomt in deze lijst. Een klant wil niet nadenken. Neem overal zoveel mogelijk frictie weg. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Dus de, de, de overruling trend voor al deze 36 trends is frictie wegnemen. Uh, maar ook bij betalen, bij trend 24. Frictie wegnemen, eh, ontzettend belangrijk. En daarin zien we natuurlijk de populariteit van de one-click-payments enorm toenemen. En zullen spelers zoals PayPal, eh, maar ook alle payment service providers hier eh, een steeds belangrijker aandeel in moeten gaan zien en gaan krijgen om, om daar in het gemak van het betalen eh, nou ja, ook weer zo hoog mogelijk te krijgen. Dat geldt zowel natuurlijk online als offline. Uh, ik ben zelf een vervente Apple-fan en ik heb ook een iPhone. Uh, en daarin kan ik gelukkig sinds kort ook uh, via mijn bank uh, contactloos betalen met mijn mobiel. En ik vind het super. Ik gebruik het overal. Uh, ik neem voor de zekerheid nog wel steeds mijn pinpas uh, mee voor het geval dat ik ergens een keer een code in moet toetsen. Uh, maar gemak bij betalen, zowel online als offline, ik kan het niet vaak genoeg benadrukken. Trend 24 was dat. Dan gaan we verder met trend 25. We worden er op dit moment natuurlijk helemaal kapot mee gegooid. Black Friday, of zoals anderen zeggen, inmiddels Black Week. Uh, het is niet alleen nog maar op uh, die ene vrijdag in het jaar waarin uh, dit een belangrijk onderdeel is. Het, is, uh, het, is uh, het wordt al behoorlijk uitgespreid over de dagen en elke dag een andere deal tot en met die uh, welbekende Black Friday. Uh, Cyber Monday, uh, ook belangrijk. Uh, dus ook daarin zien we alweer termen voorbij komen als e-commerce november. Uh, omdat het gewoon inmiddels een hele maand lang acties, acties, acties en aanbiedingen is. Uh, wat ook belangrijk is om daarin mee te nemen... en dat las ik vanochtend zelf op e mers is uh, dat een groot deel van uh, de Nederlanders Black Friday inmiddels wel kent. Hè? Dus 90% als ik het goed heb, kent inmiddels het fenomeen Black Friday wel... Uh, maar daarin is er ook een groot deel, uh, en helaas uh, zijn er een aantal van de e-commerce spelers die daarin het minder goede voorbeeld geven. Uh, zijn klanten wat uh, uh, achterdochtig als we het hebben over aanbiedingen die, uh, die de wereld in worden geslingerd? Het is haast te mooi om waar te zijn en in een aantal gevallen is het ook zo, omdat wij als e-commerce spelers blijkbaar dan de originele prijs opschroeven, waardoor de korting groter lijkt dan die daadwerkelijk is. En in sommige gevallen producten net zo duur, of ik hoop het niet, maar soms ook wel duurder zijn in de, de aanbiedingsperiode dan uh, dat ze waren voor die aanbiedingsperiode. En mensen, laat mij jullie één ding vertellen. Het internet maakt alles transparant en iedereen kan altijd zien hoe het zit. Dus denk niet dat je hier al te veel mee wegkomt. Uh, los van het feit dat er waarschijnlijk wel regelgeving omheen gaat komen voor zover dit er niet al is. Uh, zou ik gewoon zeggen, joh, bedonder je consument niet, want dan eh, ben je het vertrouwen kwijt. En dan ben je ook die klant, en in sommige gevallen een veelvoud van die klant, ook gewoon kwijt. En dat wil je niet. Trend 26, visual search. Elke maand worden er op Pinterest volgens de geleerden al meer dan 600 visuele zoekopdrachten uitgevoerd. We zien het steeds meer terugkomen ook in Google. Je plaatje uploaden en vervolgens wordt er dus op die manier eh, gebruik gemaakt van de zoekmachines. En ik had een, een interessante aflevering van de podcast uh, met iemand die helemaal thuis is in Search. En die geeft ook aan dat het een, een belangrijk onderdeel wordt van uh, zoeken uh, op je website. Uh, visual Search, trend 26. Gaan we door naar trend 27, smart automation. Ook in 2020 blijft het automatiseren van repeterende processen natuurlijk super belangrijk om kosten te besparen. Uh, om mensen te besparen, om je bezig te houden met dat wat veel belangrijker is, namelijk het communiceren met je eindklant. Uh, ga ook in je eigen organisatie of in je afdeling of bij je eigen werk misschien wel na hoe vaak je iets repeterend uitvoert. En wat kan daarvan worden geautomatiseerd? Een mooi onderzoekje, ga eens kijken. Trend 28, live streamen. Um, 300% meer engagement middels live streaming. Dat is, is een mooi percentage waar je rekening mee kunt houden. Dus ook op je website zorgt ervoor dat je op bepaalde manieren live streamt. Je kunt, net als dat er genoeg uh, mogelijkheden zijn voor video... zijn er ook genoeg mogelijkheden voor streaming... Uh, je kunt ook op deze manier direct contact leggen tussen je klant en je klantenservice, uh, maar zeker ook als we het hebben over het streamen van misschien wel het presenteren van nieuwe producten of uh, bepaalde aanbiedingen promoten of op wat voor manier dan ook. 300% meer engagement, wat waarschijnlijk zal leiden tot een groot uh, deel meer conversie of meer klanten of meer retentie bij bestaande klanten. Eentje om mee te nemen, trend 28 dus, live streaming. Trend 29, vraag, uh, de vraag naar specialisten neemt toe. We zien natuurlijk overal groei, groei, groei binnen de e-commerce markt. We zien daarin dat er ook uh, steeds meer vraag komt naar kennis... en dus ook meer werkgelegenheid als het gaat om specialisten... die nodig zijn om die klant ook op een goede manier te helpen. Uh, niet alleen de eindconsument goed te helpen met de juiste productinformatie... dus customer service is er veel vraag naar specialisten... maar zeker ook binnen het hele e-commerce vlak... En binnen de branche is er gewoon veel vraag naar specialisten. Omdat heel veel ondernemers weten dat ze iets moeten, uh, maar niet wat ze moeten met e-commerce. Dus daarin is de vraag naar kennis en specialisten uh, is aanwezig en die neemt ook in 2020 toe. Doe daar je voordeel mee. Dan trend 30: targeting. Uh, gepersonaliseerde en goed getargete aanbiedingen blijven natuurlijk ook in 2020 enorm belangrijk. En daarin zullen. Artificial intelligence en big data uh, het hele verhaal ook weer naar een volgend niveau moeten gaan tillen. Uh, dus targeting, hè, dus de boodschap gepersonaliseerd aanbieden via het kanaal van die klant op het moment dat zij op een, bepaalde, uh, op een bepaalde plek in die customer journey zitten, is en blijft gewoon belangrijk. Dan zijn we over de 30 heen, dus hebben we er nog zes te gaan. Trend 31, smart ad retargeting. Ook dat weer uh, in het licht van targeting in trend 30 uh, binnen advertising ontzettend belangrijk. Uh, laten zien wat iemand gekocht heeft in 2020, dat, dat, dat kan echt niet meer. Dus een advertentie laten zien van de koelkast cool waar ik net op heb gezeten op die website, die ik eigenlijk al heb besteld, uh, niet handig. En het hoeft ook niet meer, uh, want Facebook en Google Ads die zijn er al klaar voor. Trend 32. De loyale klant blijft onbetaalbaar. Uh, ik heb het al eerder aangegeven in een van de andere trends. Dat het uh, kopen van een nieuwe klant uh, meer kost dan het behouden van een bestaande. En hier heb ik wat cijfers erover. Het kost maar liefst vijf keer zoveel uh, dan een klant behouden. Dus een nieuwe klant kost je vijf keer meer dan het behouden van een klant. En dat is ook in 2020 het geval. Dus let erop en er speel er op een goede manier op in. Kijk naar je data. Wat is daarin belangrijk? Het moet natuurlijk wel passen bij je, wat je aanbiedt aan product of dienst. Maar zeker belangrijk om naar je data te kijken. En erop in te spelen met een gepersonaliseerde boodschap. In alle touchpoints van de customer journey. Omnichannel, dus zowel on- als offline. Kijk er goed naar en hou er rekening mee. Trend 33: Product targeting. Instagram en Facebook staan het al toe. Uh, targeten van producten in afbeeldingen of in video. Uh, waardoor een klant super snel en makkelijk iets kan bestellen. Uh, ook TikTok kondigt aan uh, met e-commerce functionaliteiten te, kopen, te komen. Uh, een erg hip en enorm groeiend uh, platform. Dus ook daarin een tip uh, TikTok. Doe eraan mee als je dat niet al doet. Uh, het is gewoon echt weer een, uh, een nieuwe manier en een mooie manier van producten visueel maken. Zowel in video als in afbeeldingen en de klant direct uh, en simpel te laten bestellen. Dan gaan we door naar trend 34, cybersecurity. Uh, als je het vertrouwen van de consument hebt, moet je het ook houden. Uh, en zaken als data lekken of op andere manieren uh, laten dat de klant via de website in de gaten krijgt dat je iets niet op orde hebt als we het hebben op, om, uh, over cybersecurity, zorg ervoor dat het klopt. Uh, en dat, het, uh, uh, dat je het vertrouwen van die klant wat je hebt gekregen ook houdt. En zorg ervoor dat elk proces bulletproof is afgehecht. En laat je klant dat vooral ook weten. Want ze willen weten dat, uh, dat ze veilig bij jou kunnen shoppen. En dat hun data niet te grabbel ligt. En zomaar wordt gebruikt voor alles en nog wat. Trend 35, dynamische content. Uh, personalisatie kun je gebruiken als je weet wie de consument is. Uh, dat, maar met dynamische content kun je sowieso al de shoppingervaring verbeteren. Uh, oftewel personalisatie, ontzettend belangrijk, maar dan moet je al wel iets weten van wie de klant is en wat zijn bestelhistorie is geweest. En daar kun je dan vervolgens je content en je aanbiedingen en je productaanbod op aanpassen. Uh, maar dynamische content geeft sowieso al een betere ervaring. Dus zorg ervoor dat je dynamische content aanbiedt en dat het niet al te statisch is en blijft. En dan de allerlaatste trend B2B in e-commerce. Uh, we zien het, we hebben het al gezien. We zien het groeien over de afgelopen jaren. En die groei die zet zich zeker door in 2020. Uh, er wordt uh, wereldwijd uh, enorm veel omzet uh, gegenereerd binnen B2B e-commerce. Um, uh, en dat uh, is. Uh, Feitelijk gezien is dat het B2C-stuk al ver, ver, ver voorbij. En daar wordt in veel gevallen nog te licht over nagedacht, omdat we nog gebruik maken van andere kanalen, traditionele kanalen. Zorg ervoor, als je het nog niet doet, dat je ook voor je B2B-activiteiten e-commerce uh, instapt, uh, dat je die trein instapt, want het is zo belangrijk. Nou, dat waren ze dan. 36 trends in e-commerce. Gelukkig opgenomen in een podcast, zodat je af en toe nog eens terug en vooruit kan. Uh, ik hoop dat je er uh, wat aan hebt en dat je, al is het maar één trend, kunt gaan toepassen in 2020. Heel veel succes en veel plezier ermee. Uh, veel van deze onderwerpen hebben we natuurlijk maar licht aangestipt en zullen we in de podcast verder nog wel gaan uitdiepen met uh, diverse gasten uh, en andere onderwerpen. Uh, mocht je nou benieuwd zijn, uh, volg ons dan, uh, word abonnee. Uh, Volg, ik zeg weer ons. Volg mij dan. Waarom ik toch in ons praat elke keer? Het is toch Ask Matthijs? Volg mij op de diverse social media via Admask Ask Matthijs. Kijk eens een keer op de website askmathijs.com. Uh, of word abonnee van deze podcast zodat je geen editie meer hoeft te missen. Dank voor het luisteren, dank voor het volgen. Uh, vond je het interessant? Ben je voor